We spreken onze vrouwenrechten af. We kunnen wel. Ik stop even. Onze toiletten. Data. In onze data en op onze posities. Sorry, wil je... Onze woorden, onze ruimtes. Maar ik weet niet waar je het over hebt. Ik kan je niet horen, lieverd. Ja, maar je praat door mij heen, dus het is best lastig. Wil je hier even komen, dan mag je het ook vertellen. Hi, Sigrid. Aangenaam. Je hebt een paar, ik stop even mijn verhaal. Ja, dat is goed. Wat wil je doen? Ik wil graag wat kwijt. Zeg het. Ik voel mij verraden. Door u specifiek en door de mensen hier in deze zaal. Want u, van alle mensen in de politiek, heeft een mond vol van vrouwenrechten. Maar u, als u niet weet wat een vrouw is, kunt u ook geen vrouwen vertegenwoordigen. Dankzij uw partij hebben mannen hun weg gevonden naar onze sport, naar onze kleedkamers. Mannenrechtenactivisten, the lots of you. Naar onze sport, naar onze kleedkamers, naar onze toiletten. Het zijn vooral de vrouwelijke toiletten die verdwijnen. Hoe kan dit? Dit is geen vooruitgang, dit is achteruitgang. En dat accepteren we niet. Oké, heel mooi. Dank u wel dat u mij het momentje geeft. Heel fijn. En fijne dag. Ik zou zeggen, maak een afspraak, want je had ook op een andere manier je verhaal kunnen vertellen. Want uw partij heeft mij zelfs geblokkeerd op social media. Oké. Dat is hoe erg u vrouwen de mond snoert. Oh, nou, dat is een heel groot woord. Ik ga nou even lekker door met mijn eigen verhaal. Vind een plek. Nou, dank jullie wel. Dank jullie wel. Zo zie je maar. Nooit te oud om te luisteren. En daar kom ik zo op.